dit is het moment waarop we in Almelo de actie Orange the World openen. Een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties die in Nederland wordt gecoördineerd door UN Women, de Zonta's en wij, de Soroptimisten. En in het kader van de opening van de campagne wil ik graag deze oranje bloem aanbieden aan wethouder Van Mierlo. Nou, het wordt zeer gewaardeerd. Ik vind het ontzettend mooi dat we hier vandaag aandacht kunnen schenken aan de start van de campagne van Orange the World. Cijfers zijn eigenlijk zowel internationaal als nationaal erg schrikbarend als het gaat om geweld tegen vrouwen en tegen meisjes. Toevallig is afgelopen woensdag een nieuw rapport verschenen van de Verenigde Naties, waarin staat dat elk jaar 45.000 vrouwen wereldwijd vermoord worden door een partner of familielid. Dat is dus alleen nog maar huiselijk geweld. En dan gaat het nog niet om alle andere vormen van geweld. Ook in Nederland wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord door haar partner of familielid. 1 op de 3 kinderen heeft te maken in een gezin met psychisch of fysiek geweld. En nou, dat vind ik zelf wel schokkende cijfers. En daarom is het goed dat er eigenlijk vandaag een start is van een wereldwijde campagne. Het geldt overal en zeker ook goed om hier dan in Almelo aandacht voor te hebben. Mooi dat jullie als Soroptimisten die actie vanuit Almelo ondersteunen en initiëren. En hier ook niet het alleen bij deze overhandiging van de bloem laten, maar dat er hier een hele actie als het ware aan vasthangt. Dat ondersteunen we als gemeente graag. Wij gaan morgen op de markt oranje bloemen aanbieden aan de bezoekers van de markt. Met daaraan een kaartje waarop iets over de actie wordt uitgelegd. En waarop ook de website van Orange the World genoemd wordt. Wat ook al een gebruikelijke ondersteuning ondertussen aan het worden is van de gemeente, is dat wij onze brug in ieder geval een week lang ook in oranje uitdossen, zal ik maar zeggen, om nadrukkelijk aandacht te vragen voor dit ontzettend belangrijke vraagstuk. Wat doet de gemeente nog meer behalve verbaal ondersteunen? Nou, er zijn diverse acties, ook bijvoorbeeld in de horeca. Daar is toevallig ook deze week een campagne gestart van Hey, ben je oké? Ja, omdat we gewoon laagdrempelig mensen bewust willen maken van dit belangrijke vraagstuk. En ook op een heel laagdrempelige manier mensen willen attenderen op wat je zelf kunt doen om een ander comfort te bieden. Morgen op de markt dus. En wat gaat daar gebeuren? Daar gaan we oranje bloemen aanbieden aan de bezoekers. En proberen natuurlijk ook om wat uitleg te geven over de campagne en wat aandacht daarvoor te genereren. Dankjewel. Graag gedaan.